Ik denk dat alle meiden en vrouwen die hier nu in pubersfase zitten, die herkennen dit allemaal. Ja, bijna alle vrouwen hebben dit. Dat op het moment dat je menstruatie begint, dat je een veel bollere buik hebt of meer gezwollen buik. En het komt eigenlijk doordat op het moment dat je menstruatie begint of vlak daarvoor, krijg je een schommeling in je hormonen. En die hormonen zorgen ervoor dat je meer vocht en zouten vasthoudt. Maar ook dat de krampen van je baarmoeder in die eerste dagen van je menstruatie zorgt ervoor dat je darmen langzamer werken. Dus je darmen worden eigenlijk voller. Die lopen een beetje vol, want veel vrouwen hebben ook obstipatie tijdens de menstruatie. Dus dat het niet meer doorloopt, zeg maar. Dus dat bij elkaar zorgt dat de meeste vrouwen broeken hebben voor buiten menstruatie en broeken voor tijdens de menstruatie. Omdat je buik gewoon boller wordt. Ook als je op de weegschaal gaat staan, heb je vaak in het begin van je menstruatie ben je zo'n kilo zwaarder. Terwijl je denkt, wat is hier aan de hand? En dan een dag of drie, vier van je menstruatie is dat gewicht ook weer weg. Ja, dus het is heel normaal, niks aan de hand. Het zijn gewoon allemaal dingen die in je buik gebeuren. En lang leef je baarmoeder, woep woep, hoort er allemaal bij. Tot je 16e moeten jullie toestemming van je ouders hebben als jullie een operatie aan je lichaam willen laten doen. Ben je ouder dan 16, dan kun je er zelf over beslissen. En laat het wel doen door een gerenommeerde plastisch chirurg. Hè? Want als het een beetje verkloot wordt, daaronderin is niet fijn. Dus het moet wel goed gebeuren. En meestal heb je ook wel plastisch chirurgische praktijken die hier een specialisatie in hebben. Het kost ongeveer zo'n 2000 euro. Dus als je er heel veel last van hebt met zitten of met fietsen, omdat je binnenste schaamlippen veel groter zijn dan je buitenste schaamlippen, en dan kan het in je onderbroek ook vervelend zitten, dan kun je het laten opereren. En als je denkt van ja, ik vind het gewoon niet mooi, ik wil helemaal glad zijn, dan kun je dat ook laten opereren. Ja, het is wel een pijnlijke operatie. Herstel is niet grappig, maar dat is met alles wat je aan operaties doet. Het moet allemaal weer helen. Je borsten zijn geen tweelingen. Dus ze groeien ook niet gelijktijdig. En het is in het begin van de puberteit wel een beetje vreemd. Want dan krijg je eerst één borst wordt wat dikker. En dan wordt de andere borst wat dikker. En ze zijn ook nooit exact dezelfde maat. Dus het is geen kloon van elkaar. Dus het is heel normaal dat je in het begin van de puberteit verschillende vormen of maten van borsten hebt. Ja, is niet erg. Je moet gewoon die puberteit door. En uiteindelijk met een beetje mazzel eindig je in dezelfde maat. Maar het kan zijn dat je soms een BH waarvan de ene cup wat strakker zit dan de andere cup. En dat is helemaal normaal. Op het moment dat je borstvoeding gaat geven, dan gaan je borsten ook weer veranderen van maat. En ik heb hier een filmpje achteraan gezet. Dan kun je wel zien wat er dan kan gebeuren tijdens borstvoeding. So Poot loves to breastfeed, but she's very particular on what side she likes. So she's right side. So I said, girl, right side yours. You stay on the right. You love it. It is yours. Well. Someone forgot to remind me what could happen if you let your baby only feed on one boob. This is hard as a rock. You know, it's not an implant. It's just my boob. And this one seems to be missing. So, is this like normal? Will this ever go back? Like, can someone help? Okay, so here's a... Ik denk dat het bij je vriend meer van de stress komt. Dus als jullie nog niet zo heel lang samen zijn en hij is nog niet zo ervaren op seksueel gebied, dan loopt de stress nogal snel op. En stress is redelijk funest voor een goede erectie. Dus op zich is er niks aan de hand. Een kwestie van we vaker proberen. Maar misschien hebben de mannen hier op pubers vragen goede tips. Dus mannen, ervaren jongens, hoe kan deze jongen nou voorkomen dat op het moment dat hij de condoom omdoet, dat de boel gaat. Nou, ik zag in de comments van het filmpje van gisteren dat inderdaad heel veel mannen en hun vrouwen of vriendinnen hierop attenderen. Zo van, oh kijk. Maar even mannen, op het moment dat jij van haar verwacht dat zij naar beneden gaat, hoor je bij haar ook naar beneden te gaan. Hè? Het is voor wat hoort wat. En als je zegt van ja, nee, maar ik ga mijn vrouw toch niet oraal bevredigen. Nou, dan moet je het ook niet van haar verwachten. En het is nog steeds wensen en grenzen, mensen. Als zij zegt van dat doe ik echt niet, dan gaat het ook gewoon niet gebeuren.
Dus je moet haar niet dwingen tot iets waar ze geen zin in heeft. En sowieso wordt het dan ook niet heel erg gezellig voor jou. Dus, yes, heren. Dus, voor wat hoort wat. Nou, het filmpje van gisteren heeft nogal wat losgemaakt, zegt. Jongen, jongen, jongen. Dus blijkbaar is dat triggert dat nogal bij sommigen. Dit is dus niet waar. Deze jongen of meisje, Bora Driver, ik weet niet wie het is, denkt dus dat orale seks keelkanker kan voorkomen. En het is dus niet het geval, want een van de grootste oorzaken van keelkanker is het HPV-virus. En hopelijk zijn de meesten van jullie daar al tegen gevaccineerd. Hè? Die krijgen jullie zo rond 13, 14, 12, 13, 14 krijgen jullie dat, die vaccinatie. En dan ben je daartegen beschermd. Maar daarnaast roken en alcoholgebruik zijn ook grote oorzaken van keelkanker. Kan dus wel voor jongens als meiden zijn, want het HPV-virus kan van jongen naar meisje doorgegeven, maar ook van meisje naar jongen. Dus op het moment dat een jongen een meisje orale seks geeft, kan hij ook het HPV-virus in de keel krijgen. Hoe kun je dit voorkomen of hoe kun je de kans verminderen? Nou, bij orale seks gebruik een condoom. Daarom hebben sommige condooms ook smaakjes, mensen. En of een beflapje, als degene nog niet goed getest is. En het blijkt dat als je na de seks goed je tanden poetst, dat het risico aanzienlijk vermindert. Dus namens alle tandartsen in Nederland, zeker twee keer daags je tanden goed poetsen. Dat scheelt toch een hoop ellende in de toekomst. Kan een hoop ellende schelen in de toekomst. Bij langdurig gebruik van anabolen kunnen je ballen kleiner worden. Want de anabolen verstoren je testosteron. En zeker in de puberteit krijg je daar wel merkbaar resultaat van. En je spieren worden wel veel groter, maar je ballen worden kleiner. Die kunnen wel tot 35% krimpen. Betekent ook dat je veel minder zaadproductie hebt. Dus als je langer tijd anabolen gebruikt, dan kun je daar inderdaad wel verminderd of zelfs onvruchtbaar van worden. Dus verminderd vruchtbaar of onvruchtbaar. Maar als je na een tijdje weer stopt, kan het lichaam zich weer herstellen. Maar is geen garantie. Dus je penis blijft wel dezelfde grootte. Alleen de zin in de seksdrijf is soms wat lager. Ligt er een beetje aan welke anabolen je gebruikt. Van sommige anabolen krijg je juist weer ontzettend veel seksdrijf. Maar het is wel dat die ballen worden echt wel kleiner. En dat zie je vaak ook wel bij die bodybuilders, die professioneel bodybuilden. Die aan die wedstrijden meedoen en die heel erg opgespoten zijn. En je hebt ook wel wedstrijden die natuurlijke bodybuilders, die mogen geen supplementen gebruiken. Maar er zijn ook wel wedstrijden, zeker in Amerika, dan zie je van die kerels die helemaal opgeblazen zijn. Maar er zit nog heel weinig in de broek. Ik denk dat veel van jullie dit niet realiseren, dat als jij aan de prikbil bent of je slikt je pil continu door, dat je dan af en toe wel een doorbraakbloeding hebt, heet dat. En dat betekent dat de baarmoeder wil de binnenkant van het baarmoederslijmvlies kwijt. Die wil dat vernieuwen. Dus ook al heb jij je hormonen onder invloed van de pil of de prikbillen, dan nog wil dat lijf af en toe wisselen van baarmoederslijmvlies. En sommige vrouwen hebben dat niet. Die blijven inderdaad heel lang zonder menstruatie. Maar er zijn ook wel vrouwen die gewoon iedere maand een doorbraakbloeding hebben. Dus ik snap het, hè, want anderen hebben dat nooit. En waarom heb ik dat nou weer? Ja, soms heb je gewoon pech. En dan is jouw lichaam wat gevoeliger. En dan wil het baarmoeder, die wil toch een bloeding. Dus noemen ze een doorbraakbloeding. Maar is dus niks aan de hand, is niks ergs. Is eigenlijk gewoon een natuurlijk cyclus wordt gevolgd. Maar ja, is een beetje lastig. Want vaak neem je juist de prikpil. Of je blijft gewoon de anticonceptiepil doorslikken. Omdat je geen menstruatie wil. Maar het werkt dus niet bij iedereen zo dat de menstruatie wegblijft. Meerdere van jullie hebben al gevraagd van ja, hoe kan ik mijn ouders nu vertellen dat ik homo of lesbienne of bi of aseksueel of wat dan ook voor een seksuele geaardheid heb. Tenminste anders dan het gemiddelde hetero gebeuren. Dit is heel persoonlijk jongens. Het ligt heel erg aan de omgeving waarin je zit. Ik hoop dat je ouders hebt die je daarin goed steunen.
Als je het eng vindt, vraag altijd een vriend of een vriendin met je mee, dat je niet helemaal in je eentje aan bent. Sommigen schrijven een brief, anderen hangen de Pride vlag op hun kamer. En meestal hebben je ouders al wel wat in de gaten dat er wat speelt of dat er iets met je aan de hand is. Maar hebben ze nog niks gevraagd omdat ze willen dat het van jou uitkomt. Dus ik kwam dit filmpje tegen. En ja, dit vond ik wel een extreme vorm, maar wel heel leuk. En dan weet ook gelijk iedereen hoe het zit. Dus dit filmpje kun je ook naar je ouders sturen. Dat je zegt van, tadaa!